Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Tom Outdoor. In deze video ga ik 24 uur overleven in Zweden in mijn eentje. Mond vol. Alleen het droog houden van mijn broek. Dat is wel mislukt. Het zal even duren voordat dit gesmolten is. Ik weet niet of jullie het echt op camera kunnen zien. Zo te zien wel. Mijn voeten zijn deels nat. Zo. Ik lig in mijn bedje. Het is 5 uur 's nachts. Maar mijn voeten zijn zo koud. Ik ben Tom Outdoor en ik hou van een uitdaging. In deze video's beleven wij verschillende avonturen. Er zit een doos in, man. Challenges, overleven. Het ziet er lekker uit, hoor. Survivalen, urbexen, het maakt niet uit. Als het maar avontuurlijk en voornamelijk outdoor is. Vaak gaat het goed, maar zeker niet altijd. Soms lukt het vuur niet. Nou, 3 kwartier bezig om vuur te maken. Soms is het eng. Die hond is heel dichtbij aan het blaffen, man. Ik wil weg hier. En soms heb ik honger. Al bijna 1,5 dag niks op, of bijna 2 dagen, weet ik veel. Veel kijkplezier bij een nieuw avontuur. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Tom Outdoor. In deze video ga ik 24 uur overleven in Zweden in mijn eentje. Mond vol. Ligt genoeg sneeuw zoals je ziet. We gaan straks het bos in. Ik ben al 10 minuten aan het lopen. We staan nu nog op het park. En deze tas met spullen. Deze tas met spullen. Hout. En een schep. Dat is mijn gear voor vannacht. Ik ga een plek zoeken waar het geschikt is om te slapen. En dan gaan we kijken hoe we het gaan overleven dit avontuur. Dus let's go. A few moments later. Zo. We staan inmiddels 20 minuten lopen verderop. Spullen staan hier achter mij. We zijn op een snowmobielpad. Want hier zak ik een klein beetje weg. Stel, we gaan dit eens testen. Nou, dit valt nog mee. Maar goed, er zijn ook diepere stappen bij. Want er zit hier sneeuw. En dat wil je niet voor het vocht wat het dan afgeeft. We gaan een plekje vinden waar we kunnen slapen. Dan gaan we een klein vuurtje bouwen. Een plekje om echt in te slapen. We moeten goed beschut liggen. Er waait nog best een windje hier. Ik ga weer even verder. En dan laat ik jullie straks weer wat zien. Ik denk dat we beter wat meer die kant op kunnen. Maar we gaan eens kijken hoe ver we wegzakken. Als het dieper is dan mijn sneeuw, of dan mijn schoenen, dan ga ik terug. Tot nu toe valt het hier wel mee. Dus misschien is dit het goede plekje om weg te lopen. One eternity later. Nou, jullie zien het denk ik niet. Maar ik zie hier de eerste bomen. We moeten wel echt het bos in. Willen we er wat aan hebben aan die beschutting. Want ik voel weer dik de wind. Dus we moeten nog verder. Oké, de zak met hout heb ik hier gedropt. Hier staan in een driehoekje wat bomen. Wel meer nog daar. Dan is het weer een beetje open eromheen. Maar ik dacht, hier heb ik wel genoeg mogelijkheden om de juiste beschutting te doen. Alleen, het droog houden van mijn broek. Dat is wel mislukt. Gelukkig is het zo koud dat het niet gelijk zijk nat is. Maar hij moet er wel voorkomen. Alleen, nou moeten we even een klein stukje terug. Kijk, zie je. Om mijn tas te halen. Die ligt nog 50 meter terug. Zo loop ik alles 3 keer. Super leuk. Maar zo ben ik wat lichter. Zak ik niet helemaal weg. Maar ik ga die even pakken. Dan gaan we beginnen aan de plek van de overnachting. Ik ben een beetje een kuil aan het scheppen. De hoge kant aan deze kant. Ik weet niet of jullie echt veel zien. Daar komen we vandaan. Schep. De tas. Tussen deze en die boom, daar ga ik slapen. En de sneeuwmuur komt aan deze kant, want de wind komt van die kant. Ik heb zelf een beetje zweet op mijn voorhoofd, dus ik moet even rustig aandoen. Er valt precies een druppel omhoog. Ik drink even wat water en dan gaan we rustig weer verder zo.
Hier zijn we bij het gras. Tenminste, heden. Er ligt nog best wat sneeuw tussen. Ik maak gewoon een plateautje van hout. Daar branden we op. En hier hebben we best een mooie kuil eigenlijk. En ik ga dan hier zo liggen. Hij moet denk ik nog iets beter. Zoals je ziet, het is hele zachte losse sneeuw. Nou, daardoor zakte ik net ook ongeveer weg tot de grond. Maar goed, dit hebben we nu. Ik ben best wel bezig geweest. Hier gaan we zo even een vuurtje bouwen. Maar eerst ga ik even een tarp ophangen zodat ik even kan zitten zo. Hier zit nog een touwtje zodat hij een beetje naar voren ligt. Ik heb het zelf iets meer klaargelegd om echt te slapen. Ik pas daar prima zo. En dan gaan we eens kijken of we hier een vuurtje gaan krijgen. Ik heb hier een bedje van hout gemaakt. De rest van het hout is hier. Hier zit een beetje berkenbast aan. Dat heb ik allemaal losgetrokken. Een beetje. Dat gaat zo natuurlijk extra vlam geven. Kleine houten, wat kranten erop. We gaan eens kijken of het lukt. Ik kan even niet zo goed filmen tegelijk. Hoewel, ik heb wel een idee. Wat dit gaat worden. One eternity later. Het begint ergens op te lijken. 10 minuten verder, potverdikkie. 3 kranten, want het ging even niet vanzelf. Dat was even lastig. Zo, ik heb er allemaal klein gruis op gelegd. Fikt inmiddels lekker. Ik heb hier nog meer spul liggen. Dus gaat lekker. Ik ga zo lekker hier zitten. Van de onderkant van zo'n boom trek ik gewoon allemaal zulke dode takjes af. Nou, bomen genoeg. Dus hier zit er nog een. Daar heb ik wel wat van afgetrokken, maar die is vrij kaal. Dus kom maar goed met het vuurtje voorlopig. Gaan we straks even lekker eten. Ik hoop dat jullie mij een beetje goed zien door het licht van het vuur. Ah, ik zit even lekker. Het vuurtje begint langzaam wat minder flink in de fik te staan. Dus ik ga zo weer even wat hout van een boom hier of zo aftrekken. En dan gaan we weer verder. Ik heb net even gechilled. Even 10 minuutjes. In het bos moet je toch flink altijd aan de slag om goed voor jezelf te zorgen. Dus ik ga maar weer verder. Mocht je dit soort avonturen nou vet vinden, smash even een duimpje omhoog. Abonneer even. Dan gaan we dit soort dingen vaker doen. Ik hou hiervan. Als jullie dit ook leuk vinden, gaan we hier gewoon voor. Dan is dit gewoon wat we gaan doen. Ja toch. Ik heb net deze pan vol met sneeuw geduwd. Ik ga naast het vuurtje ga ik hier straks lekker wat uit drinken. Misschien maken we wel een theetje van de dennenaalden. Maar deze gaan we dus even smelten. Het zal even duren voordat dit gesmolten is. Ik ga het er namelijk niet bovenop zetten, want dan wordt mijn pannetje zwart. Het is helemaal gesmolten. Dus we gaan hem lekker volgieten. Het vuurtje doet er nog prima. Ik zal zo nog wat een en ander aan doen. Maar dennenaalden theetje. Er zit nog iets aan ijs in, maar op andere plekken borrelt het al, dus ja. Ik heb mezelf misschien niet zo heel vaak gefilmd. Zullen we dat maar eens even doen. Oeh, dit is warm. Lekker hoor jongens. Zo, vuur nog even flink opgestookt. En niet voor niks. Ik heb een lekkere hotdog hier. Ik ga deze hotdog even lekker flink opstoken. En lekker opeten. En dan gaan we zo de kooltjes een beetje bij elkaar vegen. Om te zorgen dat het tijd is om te gaan slapen zo.
En dan gaan we maar eens het oogjes dicht doen. Zo, mijn matje ligt inmiddels. Pas precies. Hier nog wat warme spullen. Hier allemaal camera spullen. Drone, camera, GoPro, batterijen. Zaklamp, doek. Zit de batterijen in, doe ik ook maar erin. Vuurtjes zo goed als uit, ligt alleen een hele stapel kolen. En het is min 8. 11 uur 's avonds, min 8. Voelt als min 13 en het wordt nog min 9 vannacht. Dus ik ben heel benieuwd. We gaan zo de slaapzak in. Al die spullen erin voor de warmte. Om te zorgen dat het niet kapot gaat. En dan gaan we maar eens de oogjes dicht doen. Ik weet niet of jullie het echt op camera kunnen zien. Ze zien wel. Mijn voeten zijn deels nat. Van de sneeuw die erin gekomen is. Er komt zelfs damp uit. Gelukkig heb ik extra sokken meegenomen. Omdat ik al zo'n vermoeden had dat dit een beetje zou gebeuren. De schenen zijn ook hier een beetje vochtig. En ik heb gelukkig ook nog een extra broek bij me. Zo, ik lig in mijn bedje. Het is bijna 12 uur. Het is een mooie tijd om te gaan slapen. Ik zie er vast niet uit, maar ik ben wel warm gekleed. En mijn enkels zijn iets wat vochtig door die schoenen. Uitzicht, alles pikzwart. Een beetje kolen nog. En mijn voeten liggen helemaal vol met camera spullen. Het is comfortabel als anders. Maar goed. Even kijken of het lukt met slapen. Tot morgenochtend. One eternity later. Zo. Het is allemaal bevroren, joh. Steenhard, kijk dan, overal ijs. Daar nog een paar kooltjes. Zo, mijn schoen is ook helemaal bevroren. Alles is helemaal bevroren, joh. Ik heb even niet zoveel ruimte. Het is 5 uur 's nachts. Het waait trouwens al best wel wat meer dan nacht, dus dit ding komt de hele tijd ook tegen mij aan. Oh. Ik moet alweer plassen, dat is echt klote. Maar mijn voeten zijn zo koud. Verder gaat het best goed. Ik heb ook best een paar uur geslapen net. Maar ik moet gewoon alweer plassen. De onderkant van mijn slaapzak is gewoon bevroren. 5 uur. Ik moet gewoon voor de tweede keer plassen vannacht. Dus dat gaan we maar doen. En zoals je ziet waait het hard en heel dit ding is bevroren. Alles is bevroren. Maar nog een paar uurtjes, dan is het weer ochtend. En dan gaan we kijken of we een vuurtje kunnen maken. Als ik merk dat mijn voeten nu niet warm worden, ga ik misschien zelfs nu al vuur maken. A few moments later. Er zijn echt nog een paar koeltjes. Aan door de wind elke keer. Oh man, mijn voeten zijn zo koud, mensen. Oh mijn god. Mijn voeten zijn echt zo koud, mensen. Een paar koeltjes waaien af en toe nog aan. Maar in principe is het vuur zo goed als uit. Dus geen warmte meer hier. Ik zag net gevoelstemperatuur min 15. Volgens mij is het over een uur licht. Dus ik ga proberen nog heel even een beetje klein powernapje te doen. En ik hoop dat mijn pijn aan mijn voeten wat minder wordt van de kou. Dus, goedemorgen mensen. Het is 7 uur. De bomen zijn allemaal wit, alles is wit. Tas ook helemaal wit, overal wit. Ik ben vooral benieuwd naar mijn schoenen, die zijn ook wit. Ik ben verrot, mensen. Ik had vannacht echt koude voeten, dat gaat nu gelukkig weer. Ik heb het niet koud of zo. Ik ben wel verrot gewoon van de kou.
Oh, en moe. Niet zo heel lekker geslapen, maar dat is op zich niet zo gek. Zo mensen, dit is het dan de volgende ochtend. De plek waar we slapen. De kampvuurplek. Je ziet wel het hoogteverschil. Onze tarp, wind kwam daar vandaan, daarom zo gemaakt. Oh, deze en de boom hier achter mij, die hebben we geprobeerd allemaal leeg te plukken. Ik heb nog een ongelukje met chips gehad. Die chips had ik in de boom gezet hier, maar dat viel er in feite. Ik heb het koud. Ik heb nog wel wat te eten bij me. Dan ga ik even opeten. En dan gaan we straks maar eens de spullen opruimen. Het is echt zo koud mensen geweest vannacht. Het is ook nog wel mistig zoals je ziet in de verte. Daardoor is het gewoon alles is vochtig en nat geworden vannacht. Niet normaal. Het is echt, echt koud. Gevoelstemperatuur min 16. En ik lag hier zo met een paar kooltjes. Daar zo te slapen. Alles is wit. Kijk dit joh. Slaapzak, matje, tent ook, alles zie je. Alles is gewoon bevroren. Ik ga straks het vuur even dicht scheppen met de schep. En alle spullen opruimen. En dan spreken we elkaar daarna nog wel even. Ik ga beginnen met het opruimen van de spullen. Zin in. Zo, nagenoeg alles in de tas. Dit is de muur. Hier was de vuurplek. Dit was het dan. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het een vette beleving, maar ook een hels avontuur. Want het is gewoon echt heel koud. Min 15 gevoelstemperatuur gezien. Min 10 echte temperatuur. Ja, en hier in deze sneeuwkuil lagen we. Alles is bevroren. We gaan die kant op de wandeling terug beginnen. En we gaan eens kijken hoe het ervan afging. Bedankt voor het kijken naar deze video. Smash even een duimpje als je het leuk vond. Abonneer op mijn kanaal. Laat weten wat voor challenge ik de volgende keer moet doen.